Ja, deze aflevering gaat over De Tijger Ontwaakt. Een boek van Peter Levine. Het boek van Peter Levine. Een van zijn eerste basisboeken. En wat mij betreft de Bijbel als het gaat over traumagenezing en traumaverwerking en stressrelease. De Tijger Ontwaakt. En er komen ook specialisten aan het woord. Andere specialisten, niet alleen ik. En ook nog wat anderen ervan vonden. Die hebben daar goed naar gekeken en mij een verslag gegeven. Dus kortom, een uitgebreide review. En zeker eventjes blijven kijken. Want dan kun je zien of het de moeite waard is als je het nog wil gaan lezen. En als je het al gelezen hebt, dan kun je kijken van bepaalde stukken nog een keertje via een andere bril bekijken. Ja, zoals ik zei, boekreview van Peter Levine en dan De Tijger Ontwaakt. Een van de basiswerken als het gaat om traumaverwerking en traumaherstel en stress release. In ieder geval wat mij betreft en ook degene die ik gesproken heb hierover, de specialisten en collega-therapeuten. Een boek die niet alleen vertelt de basistechnieken goed uiteenzet, maar ook nog hoe Peter Levine ermee gekomen is. En ook een belangrijk punt, wat ook een van de therapeuten had genoemd. Overigens staan de namen die hebben meegewerkt hieronder in de beschrijvingen. Maar die noemde ook van ja, wat ik ook zo heel gaaf vind van het boek, is dat hij niet alleen maar heeft over traumaverwerking. En trauma is dan niet alleen maar hele heftige dingen. Zoals seksueel misbruik of jeugdtrauma of een auto-ongeluk. Maar ook dingen zoals een operatie waarin je verdoofd werd. Dat kan ook lichamelijk, je lichaam wel degelijk een trauma oplopen zonder dat het bewust verwerkt is. Dus ook daarin noemt hij een paar hele mooie voorbeelden en casussen. Maar wat hij ook heel goed doet, is dat zegt die ene therapeut dus ook, dat het ook zo'n mooie blik op de wereld werpt. En wel over het feit dat trauma is zo'n groot cultureel ding eigenlijk. Bij zoveel mensen hebben we last van trauma. Wat betekent trauma dan in dit geval? Opgekropte stress die niet verwerkt is. Het is vooral unfinished business, zoals Peter Levine het ook wel noemt, dingen die niet zijn verwerkt, niet zijn gevoeld tot nu toe, maar wel in het lichaam liggen opgeslagen. En dat hebben we op grote schaal bij iedereen. En daarom kan SE en ook andere technieken natuurlijk die bezig zijn om het trauma van mensen te herstellen, te genezen, te ontladen, de stress, kan een hoop doen ook op wereldniveau. Dus daar werpt je ook een blik op. En dat is wel heel mooi hoe hij dat doet in het boek. Maar om te beginnen heeft hij het ook vooral over hoe hij met zijn cliënt Nancy, hij was toen bezig met ontspanningsoefeningen en die cliënt had heel veel last van fobieën. Die kon eigenlijk amper leven, in het normale leven meedoen, zeg maar. En wat gebeurde er tijdens een van die sessies? Op een gegeven moment ging de hartslag heel erg omlaag, helemaal lijkbleek. En ze zei van dokter, zo noemde ze hem kennelijk, ik ga dood. En op dat moment krijgt hij een ingeving, zoals hij het zelf vertelt ook in het boek. En ik heb het ook wel eens in een interview gezien op YouTube. Maar dan vertelt hij van, ik kreeg een ingeving. En dat was dat alsof ze achterna werd gezeten door een tijger. En dus hij zegt opeens tegen haar zo van, rennen Nancy, rennen. Je wordt achterna gereden door een tijger. En op dat moment begint ze met de benen te bewegen. En komt een heel proces van een zoals we dat doen, een sympathische reactie. Dus alles vecht- en vluchtreactie in het zenuwstelsel, in het lijf. En daarna vertelt ze wat er met haar gebeurde. Ze had een herinnering opeens tijdens die ontspanningsoefeningen aan beelden van een operatie van de keelhamhandelen die geopereerd werden. En dat wilde ze niet, maar ze werd vastgehouden door een aantal zusters. En dat was zeg maar een traumatische ervaring, want ze kon niet weg op dat moment. Maar was wel super bang, haar hele lichaam. Dus toen die ingeving kwam van Pieter en die uitnodiging van het lichaam om dat te gaan doen, dus om die beweging, die vechten-vluchtenergie, die via een split second wordt aangemaakt als er een gevaar is, maar als dat niet geuit kan worden, omdat ze dus vastgehouden werd in dit geval, kwam ze in een freeze terecht. En doordat wel die vechten-vluchtreacties nog zaten, werd het eigenlijk nog steeds van binnenuit en het lichaam het signaal gegeven dat het niet veilig was. Dus ze bleef daardoor al ontzettende angst hebben van oké, ik voel me goed, heel onveilig, dus het zal wel daarmee te maken hebben, die fobie. Het zal wel daarmee nog een fobie. Dus die opgekropte energie, die angstenergie om te vechten en te vluchten, in dit geval vluchten was de oplossing, dat maakte dat ze steeds zo bang werd. Maar het uiten daarvan, dus op die manier, tijdens die sessie, dat was een verademing. Ze heeft daarna geen last gehad meer van fobieën. En natuurlijk is niet elke sessie zo'n sterk effect. Maar dat is wel het basisprincipe wat hij toen die sessie heeft ontdekt. En dat is hij natuurlijk gaan fine-tunen en verder gaan uitwerken. En nu is Somatic Experiencing zo uitgewerkt en doorontwikkeld als dat maar kan. En dat is één van de basisdingen zoals hij het ontdekt heeft. Dat vertelt hij heel mooi in het boek. Wat ook heel goed beschreven wordt in het boek, is het feit dat zijn visie biologisch is. Dus dat wat ik net ook vertelde, die opgekropte stress, opgekropte woede, opgekropte angsten, dat zijn allemaal energieën die andere adrenaline en spier- en actieplannen die er niet hebben kunnen zijn, konden niet afgemaakt worden. Dus die hele benadering is echt fysiologisch ook, hoe het in het zenuwstelsel werkt. Net als bij dieren. Ik heb wel heel vaak al het voorbeeld gegeven van het hert, wat achterna wordt gezeten door een tijger. Komt hier weer een tijger. En die tijger, dat hert is aan het rennen, vol met adrenaline, vluchtplannen en helemaal geladen. En op een gegeven moment ziet het hert dat hij ingehaald wordt door die tijger. Dus dat hij niet gaat redden. En dan wordt de stress te groot en gaat het systeem uit beveiliging of freeze. Dan valt hij, net alsof hij dood is, valt hij neer. Dat is niet meer interessant voor de tijger. Dus het hert overleeft. En tegelijkertijd, wat het hert dan heel mooi doet, is eventjes daarna gelijk om zich heen kijken. De oriëntatieoefening voor mensen die al meerdere filmpjes gezien hebben voorbij. En door dat oriënteren ziet hij dat het veilig is. En dan krijgt het lichaam een signaal van oké, we zijn aan het oriënteren. Dus het is kennelijk veilig. Dus we kunnen gaan ontladen. En dan komt al die bewegingen die nog afgemaakt moeten worden. Zoals Nancy toen in de praktijk had, waar ik net over vertelde. In dit geval letterlijk spierbeweging bijvoorbeeld. En het hert gaat ook met zijn ogen draaien, gaat gapen. En dat zijn allemaal manieren waardoor het zenuwstelsel zich kan ontladen. Bij dieren, in het wild in ieder geval, nog helemaal perfect in orde, dat mechanisme. En qua mensen kunnen we daar nog een handje hulp in krijgen. Met name door Somatic Experiencing. Een goed voorbeeld wat hij ook beschrijft is waaruit blijkt hoe belangrijk het is om PTSS te voorkomen in ieder geval ook. Maar ik zal je straks vertellen dat als het niet te voorkomen is, wat je dan kan doen. Maar dat is een grote groep kinderen die gegijzeld was. En die is ergens in een hele vage ruimte, ergens onder in een gebouw gestopt. En het gebouw ging instorten. Kinderen in paniek. En vreselijk traumatische ervaring. Dus eerst gegijzeld worden en daarna nog vastzitten ook. Wat bleek nou? Van al die kinderen is er eentje geweest met iemand anders die actie ondernomen. Die zijn gaan vluchtroutes gaan zoeken en daardoor zijn ze ook gaan ontsnappen. Die hebben een bepaalde steen kunnen weghalen. Ik weet niet precies in de details hoe het zit, daar gaat hij in het boek wel wat dieper op in. Maar in ieder geval, één van die kinderen heeft het minste last van PTSS. Dat hebben ze naderhand kunnen constateren. En wat blijkt, dat was die CEO natuurlijk die zo bezig was met vluchten, met in actie. Dus die heeft die sympathische energie, die energie om wat aan de noodsituaties te doen, heeft hij kunnen opgebruiken, heeft hij af kunnen maken. Dus het is niet meer blijven sudderen in zijn lijf. En de rest, sommigen zijn in freeze geraakt en die hebben het niet kunnen uiten. En die zijn daarna zijn ze geholpen door het alsnog weer te kunnen gaan uiten. Maar dat is wel een heel duidelijk voorbeeld ook van, dat vond ik zo mooi van dat boek. Met name van De Tijger Ontwaakt, waar we het over hebben. Dat fenomeen van als je dus wel die vluchtbewegingen die worden aangemaakt hebt kunnen afmaken, dan zit er eigenlijk weinig rest opgekropte stress in het lijf, waardoor je dus ook geen last krijgt van PTSS. En als je wel last hebt van PTSS, dan is het dus die opgekropte stress wat in het lichaam zit, echt in het lichaam. Daarom helpt alleen praten helpt niet. Dat blijf ik herhalen. Omdat die opgekropte stress, en die bewegingen die nog afgemaakt willen worden, om die af te maken. Of bepaalde gevoelens die nog gevoeld willen worden, om die te kunnen voelen. Met zintuigelijke focus, dus de zintuigelijke ervaring van de Felt Sense. Ook dat staat allemaal heel goed uitgelegd in De Tijger Ontwaakt. En nu gaan we eventjes... en ook een therapeut die het wat heel erg boeiend vond, is dus inderdaad dat er zoveel benaderingen daarvoor nog waren. Want hij is een van de eerste geweest die echt ging kijken naar lichamelijke interventies, lichamelijke methodes, technieken om die stress uit het lijf te halen. Echt bij de angel aan te kunnen pakken. Dat was voor die therapeut echt een baanbrekend inzicht toen ze dat las. En toen is ze voor de rest dus gaan focussen op Somatic Experiencing. Dus dat is ook wel leuk om te horen tussen de mensen die hiermee bezig zijn geweest voor dit interview. Voor deze podcast, voor deze review. Ja. Dus eventjes iemand live aan het woord, of tenminste een opname van iemand van Bas Snippert. Misschien ken je wel van vorige afleveringen. Die ook ontzettend gecharmeerd is en wat veel met hem heeft gedaan. De Tijger Ontwaakt. Bas, zeg jij maar wat je ervan vindt. Ja, ik kwam in aanraking met De Tijger Ontwaakt via mijn vriendin, die psychologe was destijds en nog steeds is. Ze had het gekregen van een collega en ik dacht van, nou, ik begin het eens te lezen. En het zette echt mijn wereld op zijn kop. Dus er zat echt een balans tussen de wetenschap van stress en trauma en tegelijkertijd de hele praktische toepassing ervan. En ik raakte echt gefascineerd door alle wetenschap die hij naar voren bracht, maar ook de oefeningen, de inzichten die hij in het boek heeft staan. En specifiek voor mij, een van de dingen die hij uitlegt aan het begin van het boek, gaat over simpelweg hoe ons organisme, noemt hij dat, functioneert. Dus echt de biologie van wie we zijn. Dat we hele organische, ritmische wezens zijn, die in principe heel goed kunnen omgaan met uitdagingen, met aanpassingen. Zodat we heel veerkrachtig zijn in de basis en tegelijkertijd dat verstoord kan raken door overmatige stress of trauma. En wat hij daar vooral in aanbiedt in het boek is een manier van werken die voorbij gaat aan het denken, aan het cognitieve. En veel meer uitgaat van wat hij de Felt Sense noemt, of wat een van zijn bronnen de Felt Sense noemt, wat hij veel gebruikt. En de Felt Sense gaat eigenlijk over direct in contact staan met die biologie, met het organisme. Hoe dat organisme dat je bent de omgeving ervaart in het hier en nu. En hoe in je organisme bepaalde dingen opgeslagen kunnen liggen. Oude overlevingsreacties, stressreacties die nog niet voltooid zijn. En hij legt een hele mooie methode uit hoe je met de Felt Sense, met bewustzijn, je lijf beter kan gaan voelen en bepaalde sensaties kan gaan tegenkomen die een opgeslagen stressreactie zijn. Hoe je die kan helpen langzaam, heel geleidelijk, getitreerd zoals hij het kan ontladen. Waardoor er weer meer ruimte vrijkomt in die Felt Sense en je ook steeds meer vrij bent om in het hier en nu te leven zoals het echt is. En responsief bent op zoals je leven echt is op dit moment. En dat je niet reageert op dingen uit je verleden die nog ergens vast zaten. En heel veel van de inzichten, tools, tips ben ik nog steeds dagelijks aan het gebruiken. Voor mezelf, maar ook voor cliënten. Dus het heeft mijn leven enorm verrijkt. En het heeft heel erg bijgedragen aan het carrièrepad waar ik nu op zit. Als coach, counselor en trainer. Het meest mindblowing aan het boek voor mij is nu ik het teruglees. En het boek komt volgens mij uit 1995 of 99, in de jaren 90. En Peter Levine is echt een pionier. Ik lees dingen terug die nu in de wetenschap op de voorgrond staan. En ik zal niet in de tijd treden waar het over gaat, maar de manier hoe wij eigenlijk een embodied cognition wordt genoemd, een belichaamde kennisgeving hebben en kennis nemen van omgevingen. En hij legt eigenlijk al precies uit hoe dat in de praktijk werkt. En neurowetenschappers nu praten eigenlijk ook heel erg vanuit die manier van denken over ons brein. Het gaat niet over een brein wat alleen maar denkt, maar een brein in een lijf, in een omgeving, dat continu bezig is met acties nemen en dan weer percepties krijgen en dan weer nieuwe acties nemen in een soort van uitwisseling met de omgeving. En Peter Levine die schreef dat toen al in zijn boek. En hij heeft een PhD-thesis uit de jaren 70 waar hij eigenlijk daarom mee bezig was. Dus hij is een ontzettende pionier, niet alleen dus in de praktijk van stress en trauma, maar ook in de wetenschap. Wat nu eigenlijk pas door andere wetenschappers echt ontdekt wordt. Dus dat is voor mij mindblowing, dat fascineert me enorm. Als ik ook nu weer het boek opensla, het is gewoon nog steeds actueel. Nou, waarom ik denk dat het De Tijger Ontwaakt heet, is deels omdat het gaat over Levine's eerste aanraking met trauma. Dat was met de cliënt van hem, Nancy. Daar vertelt hij heel vaak over, omdat het een heel belangrijk moment voor hem was om zijn model vorm te gaan geven. En in die sessie, een van de sleutelmomenten daar was dat hij een beeld van een tijger zag. Toen Nancy in een soort van freeze-reactie kwam, een hele diepe ineenduiking. Toen had hij opeens spontaan een beeld van een tijger. En hij zei tegen haar, Nancy, er is een tijger in de kamer, ren! En opeens kwam ze uit die freeze en kon ze al die energie ontladen en kwam ze uit die trauma's. En dat was voor hem een van de eerste momenten dat hij snapte van, oh, daar gebeurde iets met dat trauma. En de tweede reden denk ik dat hij dat als beeld blijft gebruiken is omdat het gaat over de instinctieve zelf. Ja, dus een tijger en andere jaagdieren die hebben iets heel instinctiefs en die zijn altijd in het hier en nu en altijd responsief, altijd klaar, ready. En dat is eigenlijk waar ik hem ook in trainingen altijd naar terug zie gaan van kom terug bij het instinctieve, natuurlijke, organismische wezen dat je bent. Om vanuit die manier te kunnen leven. Heel intuïtief, heel gemakkelijk. Ook makkelijk om kunnen gaan met uitdagingen, mits je het niet te veel doet in één keer, niet te veel opstapelt. Vanuit onze instincten kunnen wij heel veel doen als mensen en ook op een hele fijne manier, gemakkelijke manier leven. En de tijger is volgens mij voor hem daar echt een symbool van geworden. Eigenlijk het dier in jezelf ontwaken? Het dier in jezelf ontwaken, ja. Ja. En dat is een belangrijke toevoeging, het dier in jezelf ontwaken, omdat we als mens, we komen uit een tijdperk nu waar we heel geïndustrialiseerd zijn, gerationaliseerd, mechanistisch. We zijn heel erg het dier onszelf kwijt. En we plaatsen onszelf vaak buiten het dierenrijk. Wij zijn mensen en dat zijn dieren. En als je naar ons brein kijkt, en dat ligt uit in het boek, dan zijn wij net zo goed dieren met een heel slim laagje erbovenop in ons brein. Maar daaronder zit heel veel dierlijkheid en die hebben we heel erg nodig ook. Om goed te kunnen leven, om met stress om te kunnen gaan. Om gezond te blijven, lang te leven. Daarvoor hebben we die dierlijke zelf nodig. En hij helpt ons daar naar terug te bewegen. Ja, Bas, ontzettend bedankt. Ook voor jouw bijdrage. En nogmaals, de andere therapeuten die hebben hier aan meegedragen. Staat hieronder genoemd in de beschrijvingen. En vergeet even niet je gratis e-book. Nu nog gratis van mijn nieuwe boek. Ontstressen kun je leren. En daarin staan eigenlijk stap voor stap staan de belangrijkste, nou niet de belangrijkste, de basistechnieken, de technieken van Somatic Experiencing uitgelegd. En ook met wat praktijkvoorbeelden. Dus echt een aanrader. Het is heel eigenlijk toegankelijk geschreven door mijzelf. En echt alle technieken komen aan bod. En je kunt het ook al lezen en dan ga je het eigenlijk ook ervaren. Want ik ben erg ervaringsgericht en je doet ook oefeningen in het boek. Dus echt een aanrader. Ontstressen kun je leren. Nu nog gratis als e-book. Dus klik even op het onderstaande linkje. En vergeet ook niet, dit is voor mij heel belangrijk, dat Somatic Experiencing en de mooiheid van de techniek en de effectiviteit ervan, dat meer mensen hiermee in aanraking komen. Door middel van dit soort filmpjes. Door middel daardoor van dit soort filmpjes dat je ook weer komt op een gratis e-book. Dus ik wil zoveel mogelijk mensen hiermee benaderen en dat ze hiermee in aanraking komen. En hoe werkt het nou bij YouTube? Dat weet je waarschijnlijk wel. Als een filmpje veel likes heeft, veel views, maar ook veel abonnees het kanaal, dan wordt die vaker geshowd en laten ze hem zien als optie voor andere mensen die bijvoorbeeld zoeken naar stress en trauma. Dus, please, ook je medemens en een beetje voor mij ook, maar dat dit iets groter kan worden en bekender, zodat meer mensen hier aan kunnen komen. Eventjes op abonneren klikken en ook ja, het signaalbelletje helemaal mooi. Dan is het ook weer goed voor de algoritmes en dan word je ook op de hoogte gesteld wanneer er weer een nieuwe is. Sowieso komt er elke week een nieuwe aflevering, ook om de 2 weken zoiets live op zondag. Maar daar krijg je dus ook allemaal notificaties van op het moment dat dat zo is. Maar gewoon puur alleen maar abonneren, daar ben ik ook al heel blij mee. Dus zeg het voort, abonneer en tot de volgende.